Vandaag net een patiënt gesproken via de telefoon. En die was heel erg blij. En hij zei, bedankt dokter dat je dit voor mij wilde doen. En ik dacht bij mezelf, dit is mijn werk en waarom ben je zo dankbaar? Maar als we kijken naar wat Allah subhanahu wa ta'ala wil van ons. En wat de imams hebben gezegd over het helpen van anderen. Dan is dat een zeer belangrijk onderdeel van ons. De imam Ja'far al-Sadiq zegt, inna lillah ibaden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaalde dienaren, mensen die zeg maar zoeken en moeite doen om anderen te helpen. En zij zijn diegenen die veilig zijn op de dag des oordeels. Het helpen van mensen, vooral tijdens deze heilige maand moeten we het ons aanleren, is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Het helpen van anderen in alles wat ze nodig hebben, waar we kunnen, is een gunst die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft. En waar we veel goeds mee kunnen doen voor de mens en ook voor onszelf, inshallah, en het hiernamaals. Het is daarom belangrijk dat als iemand iets van je vraagt of als iemand iets aan je vraagt, dat je niet direct dat als een last moet zien. Hoe vaak komen mensen bij ons en vragen ons de weg of vragen ons om iets te doen of vragen ons om geld en we zien dat als een soort last van, weet je, laat me met rust. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het helpen van anderen zo belangrijk gemaakt dat wanneer je mensen daadwerkelijk helpt met een zuivere intentie, dat Allah subhanahu wa ta'ala op dag des oordeels jou van een van die veiligen maakt. Help de ander, vooral tijdens deze heilige maand, leer het je aan, mogen Allah jullie daden accepteren.